zijn op de Poelsluis in Wormeland. Daar gaan we vandaag de 7 units hijsen voor het Partillon. Die even verderop bij de Kleine Braak komen te staan. Die worden over die sluis heen gehezen omdat ze te groot en te breed zijn om over de sluis te gaan. Wij komen aanrijden met een vrachtwagen. Die zetten we daar neer. Met een grote kraan tillen we hem over het water heen. En die zetten we dan weer op de andere vrachtwagen die aan de andere kant staat. En dan rijden we verder. Het zijn in totaal 19 dubbele units en 10 enkele units. En eigenlijk in 7 dagen staat alles op zijn plek. Het is zeer bijzonder om dat te zien. Dat een heel groot module, echt een hele woning van 30 ton, met een mooie vlucht eigenlijk over het water heen gaat. Voor de mensen die hier woon-werkverkeer normaal hebben, dat is een stuk van 10 kilometer omrijden. Daarom zorgen we er ook voor dat we zo kort mogelijk overlast hebben. We weten het nu al te beperken tot plus minus 8 tot 10 minuten voordat de weg weer vrijgegeven is. Dus als het goed is, hebben ze er ook weinig hinder van. Speciaal in deze locatie zitten hier midden in een Natura 2000 gebied. En met de stikstof hebben we daar gewoon veel mee te maken. Dus al het grondwerk en verdieningswerk is met elektrisch materieel eigenlijk uitgevoerd. Het is mooi dat je met z'n allen in zo'n korte tijd zoiets moois kan neerzetten. Dat er heel veel woningzoekenden eigenlijk gelijk een starterswoning kunnen hebben in een zeer korte tijd. Ten opzichte van traditionele bouw. En de samenhorigheid met de collega's, dat is allemaal het mooiste wat er is. En dat je snel en mooi kan werken.